Good morning! Het is 11:15 en yep, dat betekent dat ik weer op dezelfde late tijd als gisteren ben opgestaan. Wat gebeurde nou? Ik ging 11:15 slapen, maar ik kon niet slapen. Of tenminste, ik kon niet in slaap vallen. Het duurde zeker tot 2:30 totdat ik eindelijk in slaap was gevallen. Ik ben vanochtend ben ik vroeg opgestaan om 5:30 omdat ik expres mijn vlog niet had geüpload. Ik dacht, ja, dan moet ik er sowieso uit. Voor het uploaden van mijn vlog kom ik wel in bed uit zo vroeg. En toen had ik dat gedaan en toen dacht ik... Maar ik voel me zo miserable, ik ben zo moe. En toen ben ik gewoon weer terug naar bed gegaan en nu ben ik weer wakker en ben ik citroenwater aan het drinken. Weet je, ik heb heel even ook goed kunnen nadenken in die 2,5 uur dat ik heb wakker gelegen. En ik realiseer me dat ik echt even weer een beetje me-time nodig heb. Dus bij deze, ik ga vandaag natuurlijk gewoon vloggen, maar morgen en overmorgen neem ik eventjes een dagje vrij. Dan zijn er dus geen vlogs online en dan begin ik vrijdag weer met vloggen. Ik heb het gewoon even nodig, ik merk het. En dan ben ik daarna weer een stuk vrolijker en een stuk energieker. En dan heb ik ook zoveel meer zin om ja, dingen te doen of zo. Nog heel even het citroenwater opdrinken en dan ga ik ontbijten met... Dit. Yoghurt met havermout en blauwe bessen. Ik heb even opgemaakt, want ik heb zometeen een afspraak bij een PR-bureau. Dit is wat ik aan heb voor de afspraak. Het gestreepte sportieve jurkje wat ik in Xi'an kocht, China. Een gestreepte trui daaroverheen, want ik vind het nogal koud. Ik geef even iets meer taille met de riem. Dit is ook een tribute to mijn oma, want die droeg het ook altijd zo met haar truien en een rok daaronder. Daaronder heb ik een maillot aan en ballerina's van London Souls. Kom, we gaan op pad! My god, wat een rit! De enige reden waarom ik op tijd ben is omdat ik het al die tijd geoefend heb, om zo maar te zeggen. Ik ben echt 1/2 uur eerder weggegaan dan wat... Ja, dan wat aangegeven stond in de routebeschrijving. Oh, de TomTom herkende de weg niet, omdat ze rond Hoofddorp alles hebben verbouwd. Dus dat kostte me zeker 1 kwartier. Ik heb bijna een auto aangereden. En toen uiteindelijk was de weg hier ook verbouwd. Maar ik ben nog steeds 10 minuten vroeg. Winning in life! Woo! Wat een superleuke afspraak. Ik krijg echt heel veel energie van leuke mensen. Kom, we gaan naar huis. Mijn lunch is hetzelfde als gisteren. Rijst met bruine bonen en zuurkool. Ik heb dit natuurlijk even opgewarmd in de magnetron. Eten jullie überhaupt eten de dag nadat je het hebt gekookt? Ik doe altijd maximaal 2 dagen. Dus ik heb dit eergisteren gemaakt. Nou, vandaag is dan de laatste dag dat ik het wil eten. Ik ben benieuwd. Laat maar even weten in de comments. Nootjes, nootjes, nootjes. Favoriete strandtent. Ik heb een oatmeal cookie. Deze zijn zo lekker. Kijk hoe dik het is. Oh yes, come to mama. En een chai latte. Stefan heeft een bio burger met wedges en aioli. Dit is zo lekker. En ik heb de Glory Bowl, wat een salade is met een vet lekkere soort van sesamdressing. En pinda's bovenop. Zo, zo, zo lekker dit. Yay!
Yes, ik heb eindelijk een nieuwe banner aan elkaar geknutseld. Die oude, die irriteerde me zo erg. Die is nu ondertussen alweer ja, zeker 1,5 jaar oud. En ja, mijn introfilmpje past ook eigenlijk helemaal niet meer bij de content die ik nu maak. Ja, je zou wel kunnen zeggen dat mijn kanaal is geëvolueerd van een Pichu naar een Pikachu. Woehoe! Ik heb mijn make-up eraf gehaald. Het is tijd om te gaan slapen, maar niet voordat ik een vraag van jullie heb beantwoord. En de vraag die ik vandaag ga beantwoorden is: stinkt het in Venetië? En is het daardoor wel het bezoeken waard als het stinkt? Het is ongeveer zoiets, die vraag. Ik moet zeggen, nee, ik vind Venetië niet stinken. Het enige wat ik rook toen ik zeg maar in gondola zat, was een beetje een muffe lucht. Stefan rook het iets sterker dan ik, maar ik vond het persoonlijk niet storend. Zeker in de kleine straatjes of bij San Marco rook ik helemaal niks. Nu kan het er natuurlijk aan liggen dat ik daar aan het begin van het seizoen was. Dus dat er misschien nog niet zoveel hete dagen waren geweest. Ik kan me voorstellen dat als er heel veel hete dagen zijn en het water is een soort van stilstaand water, dat het dan wel heel erg gaat stinken. Maar ik heb dat niet ervaren en ik zou echt iedereen aanraden om naar Venetië te gaan. Het is samen met Rome een van mijn favoriete steden. En Dubrovnik natuurlijk. Oh god, ik kan niet kiezen. Oké. Venetië is gewoon zeker het bezoeken waard. Het is prachtig en het heeft een hele eigen sfeer. Zeker gaan als je wil gaan. Naast het beantwoorden van een vraag wil ik jou ook een vraag stellen. Je hebt gezien dat ik mijn kanaal nu een beetje heb omgevormd. Geüpgrade om het zo maar te zeggen van een Pichu naar een Pikachu. En daardoor ga ik natuurlijk ook heel erg nadenken over welke content ik in de toekomst moet blijven maken. Ga ik health video's blijven maken? Ga ik get smart video's blijven maken? Daarover ben ik nog heel erg over nadenken. Maar wat ik jou nu alvast wil vragen is: wat zou je ervan vinden als ik in het Engels ga vloggen? En de reden dat ik daarover nadenk lijkt me vrij vanzelfsprekend, aangezien ik weer op reis ga en reizen vrij onlosmakelijk met Engels is verbonden, lijkt het mij iets logischer om de vlogs in het Engels te gaan doen. Maar ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt, want ja, je weet het, ik heb het vaker gezegd, ik vind jouw mening belangrijk. Dus laat hieronder in een comment achter wat jij ervan zou vinden. Als je prijzen krijgt, krijg je echt vlekken. Ja, en kijk hoe haar huid er nu uitziet. Maar ik heb Kijk die glow hier. Kijk nou, dat is geen make-up hoor, dat is echt geen make-up. Jawel. Als je geabonneerd bent, double tap doet. Als je nog niet geabonneerd bent, come on. Je wil ook deze double tap doen bij deze subscribe button. Abonneer je hier en dan zie ik jou vrijdag ook. Tot vrijdag, welterusten!